مدے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en heren luisteraars, van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagsaflevering van Rashid Pirkans Kal Ajorkal. Dit is gisteren, vandaag en morgen, voor zaterdag 29 augustus 2020. Kal Ajorkal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequenties RP The Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te beluisteren via ECMI Radio 91.3 FM. In Nikeri zit deze uitzending op de 103.5 FM. Kal Ajorkal is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube source en u slaat in RBN Suriname. Deze uitzending is ook op Facebook te zien. Daarvoor gaat u naar Alpha Channel Suriname Facebook pagina. Dan ziet u deze uitzending ook live. Online is deze uitzending te beluisteren via dbsuriname.com. En landelijk in ons eigen land, Suriname, is Rashid Pirkans Kal Ajorkal te zien via Rapar Broadcasting Network, RBN, kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pirkan, ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans Kal Ajorkal en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me bij de aanvang van deze uitzending alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren en u allemaal veel sterkte toewensen. Bij deze wil ik ook in het bijzonder de familie Sheng, Imro Sheng, Marcia, de kinderen en de kleinkinderen condoleren met het heengaan van Felicia Liwapau. En zij is in mijn familieverband, is dat de jongere zus van mijn schoonmoeder. Ze kwam te overlijden op woensdag 26 augustus 2020. De begrafenis wordt nog nader bekendgemaakt. Er moeten nog enkele familieleden komen uit Nederland en dan zal de familie de begrafenisdag bepalen. Mocht u ook een dierbare hebben verloren, dames en heren, dan condoleer ik u ook bij deze. De mensen die ziek zijn, wens ik van harte beterschap toe. En uiteraard zijn er vandaag ook mensen jarig, die ik ook wil feliciteren. Laat me vandaag beginnen te feliciteren Hari Persaat Tiwari Jwala Persaat. Een heel mooie, gerespecteerde leeftijd van 86 jaar heeft hij vandaag bereikt. Ik wens hem heel veel goede gezondheid toe op deze zaterdag, zijn jaardag. Ook moet ik feliciteren Helen Mayong, die is er vandaag ook jarig. De volgende mensen mogen hun jaardag gaan voorbereiden voor zondag 20 augustus. Adish Lala, Farusha Nagezer Singh en Ganesh Laik Singh, die zijn morgen zondag 20 augustus jarig. En hoogwaarschijnlijk als u morgen ook jarig bent, wens ik u ook een goede voorbereiding toe. De volgende mensen zijn dinsdag 1 september jarig. Patricia Bikari, Avinash Ramkelawan, Ronnie, hij is van de, dat is Ronnie. Oké, mijn verontschuldiging. Ik moest even onderbreken. Ik dacht dat ik bij de aankondiging een datum van goed heb gemaakt. Vandaag is 30 augustus begrijp ik en geen 29. Prima. Dus dan gaan we door. Dan moeten we Ronnie Bikari ook feliciteren. Hij is woonachtig in. Oké, sorry. Vandaag is 29 augustus. Dus een dubbele correctie. Morgen is 30 augustus, ik heb op mijn papier voor de jarige gezegd 20, dus ik ga het corrigeren en herstellen. Zondag 30 augustus, dat is morgen, daar zijn de volgende mensen jarig. Adish Lala, Farusha Nagezer Singh en Ganesh Laik Singh, die zijn morgen 30 augustus jarig. Dinsdag 1 september, dan mag Patricia Bikari haar jaardag voorbereiden, Avinash Ramkelawan. Ronnie Bikari, die is woonachtig in Nederland. Hij is van de muziekformatie Avishkar.
Shakuntala Makhar jarig ook voorbereiden, Tahira Chuman Baks en Surya Tirbeni. Mocht u jarig zijn een van deze dagen, dames en heren, wens ik u een heel plezierige dag toe. En uiteraard zijn er een heleboel andere mensen ook daarvoor jarig. Vandaag is 29 augustus en dit is Kalajor Kalle. Afgelopen woensdag was er geen Kalajor Kalle en de reden daarvoor was omdat op het moment dat ik mij voorbereidde om die uitzending te presenteren, dat was woensdag 26 augustus, en dan kregen we dat bericht dat een eerste lijn familielid kwam te overlijden en er was er ook een domper in mijn huis. En dat gaf mij niet een goed gevoel om op die dag Kalajor Kalle te presenteren, vandaar dat ik afgelopen woensdag er niet was. Dus dan weet u dat ook. Laat mij ook direct informeren, we zitten in de maand augustus en zoals gebruik dat ik jaarlijks doe, dat in de maand augustus we altijd een preek nemen met Kalajor Kalle en dat doen we ieder jaar, omdat het is een lange rit. En vooral dit jaar is het een extra lange rit geworden, omdat vanwege COVID-19, dan hebben we voor Kalajor Kalle geen enkel moment een break kunnen nemen. En we hebben gewoon doorgetrokken met die uitzending. Ook gedurende de paasdagen hebben we doorgetrokken. Direct verkiezingen, Pasen, etcetera. Dus vandaag is de laatste uitzending. Dan gaan we een gebruikelijke vakantiebreak nemen, die wij overigens ook ieder jaar doen in de maand augustus. De doorstart van Kalajor Kalle zal zijn zaterdag 26 september. Dus wij maken dan weer een doorstart op zaterdag 26 september. Dan weet u dat ook. Laat me u de internationale olieprijzen doorgeven. Een vat noteert $45.91. De goudprijs noteert $1.963.46 voor een troy ounce. In ons eigen land zijn de koersen, de valutakoersen, ten behoeve van de banken vrijgegeven, welke ik al eerder doorgaf dat het zou gaan gebeuren. De banken verkopen nu vreemde valuta tegen een koers van 14 SRD voor een Amerikaanse dollar. De aankoop is 13 SRD voor 1 dollar, daar kopen ze voor op, en de verkoop is 14 SRD. Hoewel het geen vaste koersen zijn bij de banken, plaatsen ze wel altijd een noot dat de koersbepaling gebeurt op de dag van de verkoop. Dus het zijn geen vaste koersen, maar u kunt ze vertalen als ze zijn richtkoersen. Dus wanneer de bankier het aan u verkoopt, verkoopt hij het op de dag van de marktwaarde. Maar de richtkoers is vooralsnog 13 aankoop, nu bij de banken, en 14 voor de verkoop. En voor de euro gaat dat voor 15 SRD om 16 SRD, dus de aankoop 15 en de verkoop 16. In principe kan gezegd worden, men noemt een mooi woord in de economische wereld, depreciatie, maar in de volksmond noemen we het gewoon devaluatie. Dat betekent dat die munt van ons, de centrale bank noemt het geen devaluatie, maar ja, als je meer moet gaan betalen voor een SRD, dan mag je de benaming geven hoe je het wil, van depreciatie tot devaluatie. Dan mag je een leuke term voor zoeken. Uiteindelijk moet je meer SRD neertellen voor een Amerikaanse dollar. De centrale bank daarentegen hanteert bij haar nog koersen rond de 10 SRD. En dat zijn zeer nadelige koersen als ze dat hanteren, omdat dat betekent dat de mensen die eventueel in de exporten zitten, ja, een nadelige koers krijgen ten opzichte van wat nu vrijgegeven is aan de banken. En een andere nadeel is ook voor de mensen die eventueel goud willen gaan verkopen aan de centrale bank. Want dan hanteert de centrale bank een relatief lagere koers dan wat de banken nu geven voor de aankoop en voor de verkoop. De centrale bank noteert met een opmerking door te zeggen dat dit tijdelijk is. En dan begrijp ik nou die opmerking helemaal niet. Want hoe kan je dat tijdelijk noemen? Verwacht je dat dat lager uitvalt? Of verwacht je dan officieel dat het hoger uitvalt? Een fact of life is dat de banken nu wel formeel andere koersen hanteren. Wat brengt dit met zich mee? Het is al een hele poos, en dat is
hele poos dat de informele sector, de informele kant van de valutahandel, min of meer deze koersen al hanteerde. Dat noemden wij de straatkoersen. Dus de mensen die geen valuta konden vinden, al dan niet bij de banken of al dan niet bij de Centrale Bank van Suriname, die gingen de straat op. En de straat bepaalde uiteindelijk de koers en niet meer de banken en ook niet meer de Centrale Bank. Maar doordat de banken nu officieel deze koersen mogen gaan hanteren, dan zijn de mensen die wel in de formele sector zitten, die betalingen moeten doen aan ondernemingen in het buitenland, formele betalingen, let wel, die gaan nu formeel een hogere koers betalen. De banken gaven altijd, toen dit nog niet formeel was, gaven ze een koers van 10, soms 9, soms 10. Maar nu gaan ze officieel de koers van 13 tot 14 geven. Dus de mensen die officieel betalingen gaan doen, dat zijn mensen met vergunningen voor goederen die ze hebben geïmporteerd, dat gaat nu met zich meebrengen dat die goederen formeel ook duurder gaan worden. Want gaf de bank vroeger de handelaar, alhoewel mondjesmaat, 9 tot 10 SLD voor een dollar, en de bank gaat nu formeel geven 14, dan kunt u nagaan dat alles formeel duurder gaat worden. Gewoon duurder in de officiële circuit duurder gaat worden. Het was al duur in het informele circuit, maar het kwam nu in de formele sector terecht. En dat maakt het leven ook duurder. Dat maakt het leven formeel ook duurder nu. Maar we gaan er later ook nog daarover praten in Rashid Pierkans Kalajorkel. We hebben vandaag ook een telefonisch interview. Daar had ik een afspraak afhankelijk mee woensdag en die hebben we moeten verschuiven naar vandaag. Ik praat er vandaag ook met Khalid Zaburali. Hij is een arts in opleiding tot internist en we gaan met hem later praten telefonisch over COVID-19 in Rashid Pierkans Kalajorkel. Wat internationale informatie, het is goed altijd zeg ik om te weten wat in de wereld gebeurt. In Amerika heeft de casino en hotelconcern MGM Resort, en daar hebben ze een heel groot resort voor in Las Vegas, die hebben 18.000 mensen ontslagen. Het is een heel groot resort. Ik heb er toeval mee gehad dat ik er een keer mocht vertoeven. Enorm groot, het is gewoon een stad, het is gewoon een kleine stad. En vanwege COVID-19, en Las Vegas staat bekend als een gokstad, is een plezierstad, zeggen ze ook wel. Ze zeggen ook wel, what happens in Vegas stays in Vegas. 18.000 mensen moet MGM gaan ontslaan. Het Amerikaanse concern MGM Resort International ontslaat er 18.000 medewerkers omdat de casino business daar ook down is door COVID-19. Er komen geen mensen meer vanwege de besmettingsgevaar. In ons eigen land hebben we dat probleem ook. De casino-branche van ons die ligt plat vanwege de restricties opgelegd door de overheid om ter voorkoming van besmettingen, is die sector ook plat in ons land. En het is een vrij grote sector, niet te onderschatten. Er krijgen pakweg, ruwe schatting van mij, hoogwaarschijnlijk heb ik het verkeerd, maar ik zit er wel dichtbij aan, denk ik, tussen de 13 en 15.000 mensen in ons land vinden werk direct en indirect in die sector. En het is een heel grote sector. En die mensen zitten nou thuis. Het zijn dezelfde effecten die min of meer gebeuren in de wereld. Er is wel een plan, er zijn wel protocollen reeds gemaakt, in geval de overheid beslist dat er meer vrijheid toegelaten wordt in verband met COVID-19, is er wel een protocolplan voor de casino bij een eventuele heropening en een doorstart. Maar het is zaak dat die business wel op de een of andere manier open moet gaan, omdat een heleboel mensen gewoon werkloos zijn geworden. En je praat niet van een paar mensen, je praat van een heleboel mensen. En zo hebben bijna alle bedrijven, ook in ons land en ook overal ter wereld, COVID-19 slaat de hele wereld, alle bedrijven hebben een downfall. In ons land is het een dubbele downfall geworden. Wat ik u eerder heb uitgelegd, is een dubbele downfall geworden. 1. We hadden al een economische downfall sinds vorig jaar, hadden de bedrijven dat. Dat was 1. Je kreeg een klap door de economie op zichzelf, toen had je nog geen COVID-19, dan was die klap er al. En toen in maart de besmettingen begonnen in ons land, kregen wij een dubbele klap ervoor.
Dus voor het bedrijfsleven is dat een dubbele klap. Wat betekent dat het bedrijfsleven die werkverschaffers zijn, die werk geven aan mensen, nou het ook zwaar te voortduren hebben. Er zijn ook relatief weinig bedrijven nu die mensen zoeken. Mensen worden juist afgevloeid, mensen worden thuis geparkeerd, omdat er gewoon geen bedrijvigheid is of genoeg bedrijvigheid is. Maar daarover later meer in Kalajorkel. Ook Coca-Cola International die wil haar personeelsbestand gaan inkrimpen. De Coca-Cola Company wil flink bezuinigen op zijn personeelskosten en heeft vrijdag een ontslagronde aangekondigd. Dan heb ik het niet over Coca-Cola Suriname, vergis je niet. Dat is Coca-Cola International. Zo is een vrijwillige vertrekregeling opgetuigd die aan 4000 personeelsleden in de Verenigde Staten, Canada en Puerto Rico wordt aangeboden. Coca-Cola zag zijn verkopen in het voorbije kwartaal dalen met 28%. Onder meer doordat bioscopen en horeca gelegenheden dicht moesten en sportwedstrijden niet doorgingen. Het bedrijf moet daardoor de broekriem aanhalen. Ook de luchtvaartmaatschappijen hebben allemaal te kampen met COVID-19. De luchtvaartmaatschappijen liggen helemaal bijna zo goed als down, omdat de luchtruimen overal ter wereld zijn gesloten ter voorkoming van de besmetting, ook zo in ons eigen land. Ook de SLM krijgt enorme harde klappen vanwege COVID-19. Maar in Noorwegen staat Norwegian Airline op rand van faillissement. En dat zijn geen kleine luchtvaartmaatschappijen waarover ik het heb. De financiële reserves van Norwegian zijn naar verwachting begin volgend jaar op. Voor die tijd is extra geld nodig, anders dreigt een faillissement. Sinds medio juni is in alle ramingen van de IATA sprake van een verslechtering van de situatie. Volgens de IATA is het aantal vluchten op de Europese markt de afgelopen maanden toegenomen, mede door heropening van de grenzen. Maar nog altijd ligt het aantal vluchten zo'n 50% onder het gebruikelijke aantal vliegbewegingen. De prognose is verder dat qua passagiers dit jaar sprake zal zijn van een daling van 60%. Ook onze eigen luchtvaartmaatschappij, de SLM, die krijgt heel grote klappen. De SLM moest het onder andere hebben van de Mid-Atlantische vluchten die ze uitvoerden. Ze hebben ook nog een extra downfall dat die nieuwe kust de lucht nog niet in kan. En dat wordt heel moeilijk voor de luchtvaartmaatschappij. Ik begrijp dat ze enorme grote schulden hebben die in de miljoenen oplopen. Ze hebben een personeelsbestand. Ze kunnen niet optimaal meer vliegen. Af en toe een vliegtuig in de lucht betekent niet optimaal vliegen. Dat betekent dat die carrier in grote problemen zit. Mexico heeft besloten dat scholieren voorlopig van huis lessen moeten gaan volgen. Ongeveer 30 miljoen Mexicaanse scholieren zullen hun lessen voorlopig thuis volgen. Dat is het gevolg van een beslissing van de regering van het land dat scholen als gevolg van het coronavirus dicht moeten blijven. Met volgens de officiële cijfers bijna 575.000 besmettingen en ruim 60.000 doden is Mexico een van de zwaarst door het virus getroffen landen ter wereld. Ook ons onderwijs in ons eigen land, ja, daar moet er nog een gedegen oplossing voor komen als die scholen weer 1 oktober moeten opengaan. Dus er gaat een COVID-19 protocol uitgevaardigd moeten worden van hoe gaan die scholen open. Online lessen in ons land, daar hebben we geen goede ervaring nog mee. Toen in maart COVID-19 uitbrak, heeft het onderwijsproces gescrambled, letterlijk gescrambled, met iets waarvan we helemaal niet wisten hoe ermee om te gaan, en dat was online onderwijs. En dat was scrambling, dat betekent wanneer iets plotseling overnight gebeurt, dan ga je in kijken van hoe ga je verder, wat ga je doen, hoe kan je toch het minimale doen om verder te gaan. En dat heeft men getracht door online lessen te laten verzorgen, wat overigens niet toegankelijk is voor grote delen van de kinderen in ons land. Maar nu staan we straks op 1 oktober de scholen, dus minister Marie Levens heeft een hele grote uitdaging, om correcte protocollen te maken van hoe die scholen opengaan,
hoe de klassen zullen ingedeeld zullen worden met de 1,5 meter afstand tot 2 meter afstand. En hoe de roosterindeling zal plaatsvinden, hoe de bescherming zal plaatsvinden om besmettingen van dit alles te voorkomen. Dus een enorme uitdaging voor het ministerie van Onderwijs op weg naar 1 oktober. Delta Airlines, een van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld, zal in oktober bijna 2000 piloten met verlof sturen. Voor analisten een duidelijke indicatie van het tegenvallende herstel sinds de coronapandemie 6 maanden geleden begon. Volgens de pilotenvakbond van Delta hebben inmiddels 1800 piloten zich aangemeld voor vervroegd pensioen, maar deze vrijwillige stap biedt het bedrijf onvoldoende soelaas. We blijven nog bij COVID-19 omdat ons eigen land heeft 2 grote uitdagingen. Andere landen hebben 1 uitdaging. Dat zijn althans landen die economisch toch nog enorme veerkracht hebben. Die hebben 1 uitdaging, dat is COVID-19 bestrijden. Ons land heeft 2 uitdagingen. Dat is de economische herstel, dat is een grote dobber. En dan ook nog COVID-19. Frankrijk stelde gisteren zeker 7.379 nieuwe besmettingen van het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds het land in mei na 8 weken de lockdown ophief. Op 31 maart kwamen er de meeste besmettingen bij. Overal ter wereld is men bezig met het experimenteren van een vaccin tegen deze besmetting. Sommige landen zeggen dat ze al in de tweede fase zitten. India heeft zelf bekendgemaakt dat hoogwaarschijnlijk ze al tegen december een vaccin op de markt kunnen brengen. En zo is de onderneming Johnson & Johnson ook bezig en zij zeggen dat ze ook in de tweede fase van testing zitten. Want wanneer je iets ontwikkelt moet je het eerst testen voordat het werkt en dat duurt een poos. Er is een alcoholverbod in München. München dat is in Duitsland. In Japan heeft besloten in verband met de Olympische Spelen om 521 miljoen vaccins te kopen. Amsterdam en Rotterdam stoppen met proefmondkapjesplicht. Het Amerikaans dodenaantal is nog 180.000 gepasseerd. En internationaal vrezen beleggers, dat zijn mensen die op de beurzen hun gelden beleggen in stocks, in goud, in alle andere zaken. Die vrezen voor een tweede coronagolf. Thailand, met dat hoofdstad Bangkok, die enorm ook afhankelijk is van toerisme. Bij hun is hun toerisme sector, zoals overal ter wereld, ook down. Maar daar hoopt men toch nog op wat men noemt overwinteraars aan te trekken. Dus de Thaise regering heeft besloten om mensen visa's te geven voor ruim 9 maanden... om dan in Thailand te komen overwinteren. En dan hebben ze het voornamelijk over gepensioneerden die tijd en geld hebben. De mensen gaan eerst 2 weken in quarantaine moeten voordat ze vrijelijk zich in het land kunnen gaan bewegen. Dus dat zijn al die creativiteiten die regeringen proberen uit te vinden om zodoende toch nog de economie rollende en draaiende te houden. Dit is Kalaan Jorkel. We gaan de telefoonlijn voor u opengooien. En ik verwacht van u, zoals gebruik in deze uitzending, dat we tactvol en beheersbaar blijven. Maar ik denk dat we eerst met meneer Khalid Saburali gaan praten. Zodat we met hem over COVID-19 kunnen gaan praten. En dan kunnen we daarna u als beller de gelegenheid geven. En uiteraard kent u de rules and regulations van Kalaan Jorkel, 25 jaar in de lucht. U blijft beleefd, u beledigt geen mensen, en u blijft zeer tactvol in deze uitzending. Zoals ik al eerder zei, gaan we een vakantiebreek nemen. Augustus doen we dat altijd, hoewel de vakantie dit keer lokaal zal moeten gebeuren. Het zal ook een juist moment zijn voor eigen reflectie, voor heroriëntatie. Want de vakantie in het buitenland, dat is voorlopig niet mogelijk. Omdat bijna alle landen ter wereld, daar heb je ook COVID-19 besmettingen. En dan is het in elk geval voor mij niet realistisch om te zeggen van ik ga naar een ander land waar er
nog die COVID-19 niet onder controle is. Dus we doen allemaal vakantie in ons eigen land op onze eigen manier. Dit is Rashid Pirkans Kal Ajorkal. Khalid Saburali, bent u aan de telefoon? Ja, ik ben aan de telefoon. Ja, goedemorgen en bedankt dat je je tijd wil geven aan deze uitzending. Je bent arts in opleiding tot internist. Wat houdt dat precies in? Ja, goedemorgen. Bedankt ook voor de uitnodiging om deel te kunnen nemen aan uw programma. Ja, ik ben arts. Ik ben in 2016 afgestudeerd als arts in Suriname aan de universiteit hier. En ja, ik dacht daarmee, ik wil verder gaan specialiseren. Dus om het makkelijk te zeggen, ik ben nu bezig met mijn specialisatie tot internist. Ja, en wat is je betrekking nu? Waar werk je nu? Ja, voor mijn specialisatie tot internist, daar moet je dus nog diverse stages voor doen. En nu ben ik werkzaam op de intensive care unit van het academisch ziekenhuis. Oké, COVID-19, dat zit in ons land. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, hoe we ermee omgaan? Ja, zeer moeizaam natuurlijk. We kennen allemaal de facetten van COVID-19. We kennen allemaal de problemen in onze gezondheidszorg. En dat treft dus alle linies van de gezondheidszorg, eerste, tweede en derde lijn. Ik ben werkzaam in de tweede lijn zorg of richting derde lijn zorg. En daar zijn we natuurlijk ook heel hard bezig. Het probleem is vooral ook capaciteitsproblemen die we dus hebben. En eigenlijk dat is niet nieuw, dat is al jaren zo. En dat is natuurlijk in de afgelopen jaren, ondanks er dus steeds aan de bel is getrokken, is daar niks mee gedaan. En niet alleen capaciteit op zich qua infrastructuur en materiaal, maar ook qua personele bezetting. Dus human resources, dat is dus ook een uitdaging. En sinds dus de COVID-epidemie of pandemie dan ook in Suriname heerst, is dat dus verder onder druk komen te staan. Ja, we merken in elk geval, vooralsnog uit de berichten, dat het niet als zodanig afneemt en dat het best wel voor kan komen dat alles vol komt te liggen. Wanneer nou jullie op je piek zitten, wie bepaalt nu wie wel en wie niet? Ja, wat ik helaas misschien voor nu moet meegeven. Ik had toevallig ook de afgelopen nacht dienst. Ik ben niet lang geleden ook thuis van het ziekenhuis. En misschien moet iedereen het ook weten, de IC ligt vol. In AZ ligt het vol en naar wat berichten mij bereikt hebben, ook in wat betreft COVID hoor. In het Sint-Vincentse ziekenhuis en Wanica ziekenhuis liggen ze ook vol. Dus het is een enorme uitdaging om nu te gaan kijken wie de meest stabiele patiënten zijn en die dus ready zijn om misschien toch naar de verpleegafdeling door te schuiven. Daar wordt hard aan gewerkt. Maar inderdaad, er gaan als zich dus nu toch meer mensen aanbieden en dat leek de afgelopen dagen al zo te zijn, dan dat er IC-plekken zijn, dan gaan er besluiten moeten worden genomen. Op zich is dat niet nieuw voor ons in Suriname, zoals ik dat eerder zei, gebrek aan capaciteit, daar zijn we al langer mee geconfronteerd. We hebben niet die luxe zoals bijvoorbeeld in Europa of Nederland, dat we genoeg aantal IC-bedden hebben per bevolkingseenheid. En reeds eerder moesten we bijvoorbeeld al buiten COVID om, maar voor COVID kwam, is het zo dat je al moet gaan selecteren. Het kan zijn dat de intensive care ook al vol ligt en dat je moet gaan kijken van kijk, wie is die persoon in de zin van wat heeft die patiënt, hoe oud is die patiënt, is het iemand die ook nog ernstige ziektes heeft. En de belangrijkste vraag die je zelf gaat stellen is als je die persoon opneemt op de intensive care, ga je wat kunnen doen aan de gezondheidstoestand van die patiënt? En ga je wat kunnen doen om de kwaliteit van het leven, want dat is het belangrijkste, de kwaliteit van het leven van zo iemand te verbeteren. En als je dus, nadat je zo iemand toetst en die casus dus toetst en je zegt dus op beide vragen antwoord je nee, ik ga geen bijdrage kunnen leveren met de IC-opname aan de kwaliteit van het leven, ik ga geen bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de gezondheidstoestand, dan ga je zo iemand niet helaas niet kunnen opnemen. Het zou dus
medisch ook verder niet verantwoord zijn om zo iemand dan op een intensive care verder op te nemen. Ja, maar als de besmettingen niet afnemen, en dat komt alleen maar omdat mogelijk delen van de burgerij zich niet aanhouden, ja, dan zetten ze wel de doktoren voor een grote uitdaging om het besluit te nemen. Ja, zeker, zeker. En op een gegeven moment denk ik dat vooral leeftijd, dat is een van de voorwaarden die dan wordt meegenomen. Maar er zit ook wat nuancering in. Kijk, het geneeskundig beroep wat wordt uitgeoefend, dat is eigenlijk maatwerk wat je moet leveren. En maatwerk houdt dus in, je hebt wel richtlijnen en regels en protocollen waaraan je heel strak probeert te houden. En natuurlijk werk je met evidence, we noemen dat evidence-based medicine. Maar maatwerk leveren houdt dus in dat je van geval tot geval toetst. Ik geef een voorbeeld. Je kan bijvoorbeeld iemand hebben van 75 jaar oud. Je zegt dat valt al uit boven de levensverwachting wat je hebt in Suriname, een man bijvoorbeeld van 75. En je hebt bijvoorbeeld een andere patiënt die zich ook aanbiedt, die bijvoorbeeld 60 jaar oud is. Maar dan heb je zou je op basis van leeftijd kunnen zeggen van goed, nee, die ene is 75, die andere 60. Misschien moeten we die van 60 een kans geven. Maar daar is nou net die ene van 60 iemand die bijvoorbeeld al misschien een poosje bedlegerig was, zwak, misschien al beginnend dementerend. En die ene patiënt van 75 jaar is misschien iemand die gewoon nog zelf auto aan het rijden was, alles zelf deed, goed fysiek fit. Dan ga je op dat moment wel een besluit nemen van kijk, nee, ik kies toch om die patiënt van 75 jaar op te nemen. Dus het is gewoon per geval gaat dan bekeken worden van wie heeft de meeste kansen. En op basis van wie de doktoren inschatten dat die de meeste kansen hebben, die zullen dan als natuurlijk dat beschikbaar is in aanmerking komen voor zo'n IC-bed. Ja, maar hoe moeilijk is het voor doktoren om zo'n besluit te nemen van wie wel en wie niet, ongeacht die analyses die ze maken, want doktoren die zijn ook mensen met gevoelens. Ja, het is sowieso niet makkelijk. Je wilt elke patiënt die naar jou toe komt of naar jou toe wordt gebracht, daar is er een hulpvraag. En het kan in de meeste gevallen komt dat van de patiënt zelf, maar vaak ook van de familie. En in dit geval, in elk geval, patiënten die zich vaak voor de intensive care aanbieden, dat zijn patiënten die behoorlijk ziek zijn ook. En daar kan je soms of vaak ook niet zo goed zelf mee communiceren. Maar daar speelt de familie of wie dan ook zich ontfermt over zo'n patiënt een heel belangrijke rol. En heel belangrijk hier is dus communicatie en dialoog. En als dokter ga je dan als dat kan met de patiënt praten. Maar als dat dus niet lukt, zeker betrek je de familie daarbij en voer je een gesprek. En probeer je dus dan ook af te tasten en te kijken van wat zijn de gevoelens van de familie. Want als dokter heb je natuurlijk ook gevoelens. En dat bespreek je. En op een gegeven moment, het belangrijkste is steeds gewoon eerlijk zijn. Alle kaarten op tafel leggen. Van kijk, dit is hoe het ervoor staat. Dit is wat wij denken. Dit is wat we ook denken dat kan gebeuren. Dus de prognose. En dit is dan een besluit die we willen of moeten nemen. En ja, helaas, het is natuurlijk moeilijk, maar we moeten ook denken aan het groter plaatje. En op een gegeven moment komt het erop neer dat je dan wel de weinige resources die je hebt zo optimaal als mogelijk wil benutten. En waarbij je dan geen keuze hebt dan te stellen dat je degene die de beste kansen hebt van die resources gebruik wil laten maken. Maar dat doe je niet gewoon zo met een toverstok of als een dictator. Dat doe je steeds in goed overleg met verschillende specialismen onderling, maar ook met de familie en als het kan met de patiënt. Ja. Met Khalid Saburali praten we in Rashid Pirkans Kalajorkal. Hij is arts in opleiding tot internist. Khalid, mensen die aan een beademingsapparaat worden gelegd, en toch hoor je van gevallen dat mensen het niet halen. Waaraan ligt dat? Ja, de reden om iemand aan een beademingsapparaat te leggen, daar zijn dus verschillende redenen voor. Maar in het geval van coronavirus of COVID-19 dan, is dus dat deze patiënten een zware longontsteking hebben. En door zo'n zware longontsteking
kan het lichaam dus dan, de longen kunnen dan niet goed ademen. Het lichaam kan niet genoeg zuurstof opnemen zo via de longen en niet genoeg koolzuurgas afgeven. De gaswisseling is gestoord. En zo iemand wordt dus, zal je vaak zien, kortademig. Zo presenteren de patiënten zich. Iemand die heel snel ademt en kortademig, dat zie je ook. En ja, op een gegeven moment, als je dat zo laat, betekent het dat zo iemand uiteindelijk niet meer op zichzelf gaat kunnen ademen, gaat uitputten en dan komt zo iemand dan te overlijden. En met de beademing neem je dan de ademhaling van de patiënt met een machine over en je geeft dus dan lucht, zuurstof van buitenuit in een bepaalde druk, geef je dat aan de longen en je neemt dat dan weer terug. Maar dat betekent nog steeds dat de longen een bepaalde mate van, ze moeten wel nog kunnen werken. En in sommige gevallen, ondanks we dus allerlei medicijnen toedienen en de patiënten beademen, blijken de longen dus steeds verder en verder te verslechteren. Dat op een gegeven moment het beademen ook niet meer lukt. En dat verder verslechteren heeft dus allemaal te maken met die zware longontsteking die dan maar niet onder controle te krijgen is. Maar, dat is één van de zaken. Ja, maar, en er kunnen natuurlijk ook andere zaken zijn, zoals andere infecties. Want met zo'n zware coronavirus-infectie is je weerstand ook vaak slechter. En dan kunnen er ook andere infecties door bacteriën of iets dergelijks optreden. En die kunnen dan ook vaak fataal aflopen. Ja. Hoe komt het dat deze virus, nu bekend onder de naam COVID-19, zo agressief is? Ja, het is dus op zich niet een agressief virus, om het zo te noemen. Maar het is wel een heel erg besmettelijk virus. En het is een virus waarvan er wel eerder varianten zijn geweest. We kennen die zogenaamde SARS. We kennen de MERS ook nog van het Midden-Oosten. Dit is zo'n verwant, dit coronavirus, maar het is nieuw. En in feite wat we zien is dus dat in de wereldbevolking zelf er dus geen immuniteit nog voor is. En dat is heel erg besmettelijk. Om een voorbeeld te geven, de besmettelijkheid van een virus wordt dus uitgedrukt, of kan worden uitgedrukt in een R-getal. Dat is de R0. En die R0 van coronavirus, als je dus geen andere maatregelen treft, dus geen mondbedekking, mondneusbedekking, geen afstand houden, geen handhygiëne, dan is dat ongeveer 3. Een voorbeeld van een ander virus, bijvoorbeeld het griepvirus zoals we dat normaal kennen, het influenzavirus dus, die heeft een R-getal van ongeveer 1. Die R-getal van 3 betekent dat 1 persoon gemiddeld 3 mensen kan besmetten. En kan je dan voorstellen, als die 3 mensen weer 3 mensen besmetten gemiddeld enzovoorts, dan kan je dus daarin denken hoe snel zo'n besmetting dus verder kan verspreiden. En als een heleboel mensen zo in 1 keer zo tegelijk besmet raken, dan bestaat het probleem, uit deze mensen die dan zo besmet raken, een grote groep, zal een bepaald deel wel steeds weer ziek worden. Ik geef een voorbeeld bijvoorbeeld van een heel ander virus, dengue, dat kennen we ook in Suriname, wordt overgebracht door muggen. Dat is ook geen makkelijk virus, die kan ook een heel ernstig beloop hebben. En ja, nu in bepaalde landen, in Zuid-Amerika, Caribisch gebied, is er ook een dengue-epidemie gaande. Daar is wel weinig aandacht voor vanwege COVID-19, maar dengue ook. En in Suriname hadden we bijna een dengue-epidemie gehad. En bij dengue bijvoorbeeld, daar is er bijvoorbeeld ook een heel erg fulminant beloop. Ook bij kinderen bijvoorbeeld, bij bepaalde type dengue. Dat je echt leverproblemen, op een gegeven moment dat die lever eruit zit. Ja. Maar ja, als je die epidemie onder controle hebt, dan raken niet zoveel mensen tegelijk besmet. En lijkt het er niet op dat dengue zo gevaarlijk is, om het zo voorzichtig te zeggen. Ja. Maar die coronavirus lijkt zo heel erg gevaarlijk, omdat ook een heleboel aantal mensen tegelijk besmet raken. En het lastige is dat coronavirus vooral mensen met comorbiditeiten, dus mensen met andere ziektes, suikerziektes geïdentificeerd, hoge bloeddruk onder andere, overgewicht, dus obesitas vooral treft. En je ziet dus ook mensen op oudere leeftijd. Ja. En omdat het zoveel tegelijk in één keer gebeurt, daardoor is hij dus gevaarlijk. Maar voor het overgrote deel van de mensen die besmet raken, laten we zeggen pakweg 90%, misschien zelfs meer, omdat we niet zoveel testen.
verloopt het virus vrij mild in de zin van een verkoudheid, keelpijn, lichaamspijn, koorts, reuk, smaakverlies, misschien wat braken, diarree, dus variërend natuurlijk. Prima. Maar in een bepaalde populatie, in een bepaalde groep, 10% zo ongeveer, richting 20%, verloopt die natuurlijk wel ernstiger, waarbij je dus dan die longontsteking krijgt. Okay, dat is wel veel natuurlijk. Maar dat is dus vooral ook omdat er weinig immuniteit nog is tegen dit virus. Khalisa Burali praat ook mee vandaag in Rashid Pirkans Kalajorkal. Welke nieuwe behandelingsmogelijkheden zijn er? Zijn er remmers ervoor die ontwikkeld zijn? We weten dat men in de wereld bezig is met nog steeds het testen voor het zoeken naar vaccins. Sommigen zitten in de tweede fase. India wil weer zelf, dat is hoogwaarschijnlijk in december, eentje op de markt hebben. Maar wat wordt er nu wel gebruikt? Ja, kijk, in Suriname nu, op dit moment, we gaan dus mee met de laatste ontwikkelingen. Zowel over alle linies, niet alleen de intensive care, maar ook de verpleegafdelingen. En dan bedoel ik dus, Wanika ziekenhuis heeft de grootste verpleegafdeling voor COVID-19. AZ heeft de grootste intensive care voor COVID-19. Maar dan heb je ook nog verpleegafdelingen in het Diakonessenhuis. AZ zelf heeft ook eentje op de 5e etage. En het Sint-Vincentse ziekenhuis heeft ook een verpleegafdeling. En we gaan dus mee met de laatste ontwikkelingen. En een van de doorbraken die zijn geweest, het is wel op basis van één studie, dat was in Engeland, dat in juni dit jaar is gepubliceerd, is dat een ontstekingsremmer die bekend staat als dexamethason, dat is een oud bekend middel die voor een aantal ontstekingsziekten reeds gebruikt wordt en vrij, wat kostenaspect betreft, vrij relatief goedkoop is. Dat die dus blijkt dat die dan de kans dat iemand komt te overlijden door COVID-19, als die dus een longontsteking heeft door COVID-19 en daarbij dus zuurstof nodig heeft, dat je dus iemand aan een zuurstof moet geven van buitenaf, dat die kans dan vermindert met 30%. Ja, dat maar is die dexamethason. Okay, maar ik wil nogmaals benadrukken, don't try this at home. Weet okay, je, maar geen dexamethason ergens kopen en gebruiken zelf. Okay, maar we nemen aan dat dit een middel is die al bestond en waarvoor werd het oorspronkelijk gebruikt? Ja, dus dexamethason kan voor een heleboel andere ontstekingsziekten worden gebruikt. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, als iemand bijvoorbeeld een gewrichtsontsteking, bijvoorbeeld heeft reuma-achtige klachten, dan zou je dexamethason kunnen geven bijvoorbeeld. Of iemand die bijvoorbeeld op de EHBO komt en last heeft van astma bijvoorbeeld en een astma-aanval heeft, dan geef je bijvoorbeeld ook dexamethason om dan de ontsteking in de luchtwegen tot rust te brengen, om het zo te noemen. Maar het toedienen nu is niet een 100% oplossing, maar waarvoor dient het nu precies als het wordt toegediend? De oplossing nu is dus dat we varen op de studie waarbij die dus zegt dat als iemand zuurstofbehoefte heeft, een bepaalde hoeveelheid aan zuurstofbehoefte, dat als je dat geeft, je de kans dat zo iemand komt te overlijden met 30% vermindert. En dat is veel. Want dat wil dus zeggen, grofweg verwacht je, dat stel dat je 100 mensen zou hebben, Die zouden komen te overlijden door een longontsteking. Maar als je die dan uitzet tegen 100 andere mensen, die je dan wel die dexamethason geeft, dat er niet meer 100 doodgaan, maar 70. Ja. Dus het is niet de behandeling, geen cure om het zo te noemen. En het is zeker niet iets wat je thuis moet gaan gebruiken als je verkouden bent of als je even koorts of lichaamspijn hebt. Dat is uitsluitend voor iets wat in een ziekenhuis moet worden toegediend aan coronaviruspatiënten die zuurstof nodig hebben. Maar dat is wel een doorbraak geweest en dat passen wij hier ook toe. Ja. Dat is een van de laatste ontwikkelingen. Okay. En dan zijn er nog wat andere medicijnen die dus heel erg belangrijk zijn. Een van de zaken wat we zien bij die coronaviruspatiënten die zware longontstekingen hebben, dat het vaak gebeurt dus dat het vaak bloedkapjes hebben in de longen. Dat hebben wij hier in Suriname zelf niet onderzocht. Dat is gebleken uit onderzoek in het buitenland, autopsieën van patiënten, waarbij ze dan dus in de longen keken en zagen ze heleboel bloedkapjes. En een van de belangrijke nieuwe ontwikkelingen, of relatief, dit is ietsje ouder natuurlijk, maar dat was nog niet bekend in het begin van de pandemie, maar dat nemen we nu ook mee in Suriname, is dus dat wij bloedverdunners geven.
En deze bloedverdunners, die kan je dus, dat zijn speciale spuiten die je dan onder de huid inspuit. Of bloedverdunners die je dan ook via een ader gewoon kunt inspuiten. En ja, dan heb je nog een ander middel. Maar in Nederland. Even een vraag, wat doet die bloedverdunner precies? Ja, die bloedverdunner zorgt ervoor dat, laat me het zo zeggen, die bloedverdunner moet ervoor zorgen dat de kans dat er dus bloedpropjes ontstaan in de longen onder andere. Okay. Want als er bloedpropjes ontstaan in de longen, gaat de gaswisseling achteruit en gaan de longen sneller stuk, om het zo te zeggen. Die bloedverdunners moeten ervoor zorgen dat deze bloedpropjes zo min als mogelijk blijven. Mm-hmm. Omdat het lichaam de kans krijgt om, als ze er zijn, om ze dus op te ruimen. Ja. Zodat die longen niet verder kapot gaan. Oké. Okay. Jij houdt je bezig ook met het lezen van literatuur. En zover je op de hoogte bent, wat zijn jouw verwachtingen dat men werkelijk een vaccin vindt? Ja, het is natuurlijk nog... Ja, ik heb zelf het gevoel, natuurlijk iedereen is hoopvol gestemd. Ik denk dat de mensheid in zijn geheel, ja, we zijn natuurlijk super optimistisch. En iedereen hoopt, zo snel als of het nou een regeringsleider is of iemand gewoon van de straat, om het zo grofweg te noemen, hoopt dat er een vaccin komt, zodat we iets wat ons mens maakt weer normaal kunnen doen. Dat is sociaal zijn. Mm-hmm. Maar het is misschien toch nog een beetje koffiedik kijken. Want om een normaal vaccin te ontwikkelen, dat gebeurt niet in een half jaar of een jaar. Als we kijken naar hoe eerdere vaccins ontwikkeld zijn, dat is vaak een traject van een aantal jaren, misschien zelfs 10 jaar. En er moeten een heleboel facetten worden meegenomen. Het virus dat kan muteren, werkzaamheid van een vaccin. Want vaccins die richten zich tegen bepaalde delen van een virus. En hij moet het lichaam nou net genoeg kunnen triggeren om die antistoffen te produceren, zodat als dat virus werkelijk het lichaam binnenkomt, dat het lichaam het herkent en opruimt. En ja, als je op proefdieren test of in een lab, kan alles zo mooi zijn en lijken. Maar uiteindelijk, pas als je op een grotere bevolking test en pas over een langere tijd dit vervolgt, kan je dan werkelijk met meer zekerheid zeggen dat het werkt. En dit is meer een race tegen de tijd, toch? Wat gaat ons inhalen? Gaat het coronavirus het inhalen of wordt een nieuw vaccin dat gemaakt wordt achterhaald door een mutatie dat komt? Ja, er zijn heel wat promising of veelbelovende studies, dus dat moeten we afwachten. Maar ja, ik denk dat we nog wel even mee bezig gaan zijn. Oké. Okay. Galit, ja. Tot slot. Hoe goed zijn de frontlinie-werkers zoals jullie en vele andere mensen die fantastisch beschermend werk voor de bevolking doen? Hoe goed zijn jullie beschermd? Ja, kijk, sowieso belangrijk is steeds dat je, als je je werk doet, safety first. En safety voor jou en safety voor de patiënt natuurlijk. En daarvoor gebruiken we dus personal protective equipment. En daar zijn gelukkig ook, naarmate dus die pandemie is gevorderd, zijn daar wat nieuwe inzichten voor gekomen. In het begin, en we kennen de plaatjes in de media, waarbij je zag dat een gezondheidswerker zo'n pak aan had, dat die bijna leek op een soort astronaut. Helemaal van top tot teen, helemaal zo bedekt. Waarbij je zelfs moest afvragen, moest hij met zijn eigen zuurstoftank rondlopen om genoeg zuurstof voor zichzelf ook nog te krijgen. Mm-hmm. Maar gelukkig hoeft dat niet meer. De PPE mag gelukkig simpeler, omdat we natuurlijk wel weten hoe het virus zich verspreidt, of beter weten hoe het virus zich verspreidt. Dat mag. En die ingewikkelde dure pakjes, die hoeven niet. Maar desondanks, voor nu, ik heb zelf in mijn praktijk aan het werk het ziekenhuis niet gemerkt dat we een gebrek hebben, maar dat die vooral ook gelegen aan, ik zal niet zeggen, aan de overheid die ons geweldig van fondsen heeft voorzien. Maar het zijn vooral ook initiatieven geweest van het bedrijfsleven, van medische specialisten. En ja, ik ben nu op de IC, dus vanuit de IC is er ook enorm gelobbyd, vanuit de IC van AZ, netwerken aangesproken om fondsen te vergaren. Om dus onder andere PPE, dus beschermmiddelen, aan te trekken. En we hebben wel voorraden. Ik zal niet zeggen dat we een voorraad hebben voor een jaar. Maar het is steeds iets wat aangevuld moet worden. En het SUFO-SUFONS, dat is bekend, die helpt natuurlijk heel veel daarmee. En ik denk dat we ervoor moeten hopen
dat dit gewoon zo door kan gaan. Want PPE is belangrijk, niet alleen voor mij als dokter of als verpleegkundige of zelfs de interieurverzorgster die daar ook de zaal moet gaan helpen schoonmaken, heeft dat nodig. Maar ook voor de patiënt, want als je van patiënt tot patiënt gaat, wil je ook die patiënt beschermen. Wil je die patiënt ook niet blootstellen aan beestjes of ziektekiemen van een andere patiënt. Oké, toch nog even een laatste vraag. Ja. Als we deze besmetting niet onder controle kunnen houden en de trend zet zich zo voort, zit de kans er dik in dat iedereen het een keer krijgt? Ja, kijk, de kans zit er natuurlijk dik in dat iedereen een keer besmet kan raken door dit virus. En ja, nu richt, laat me het zo zeggen, de huidige inzichten richten zich er niet op dat niemand het moet krijgen. Dat is bijna praktisch gezien onmogelijk. Dat klinkt natuurlijk wel angstaanjagend. Belangrijk is dat als iedereen het moet krijgen, dat het niet in een korte tijd gebeurt. Want dan dat zal het gezondheidszorgsysteem verder gewoon de das omdoen. Ja. Belangrijk is dat het zo ver als mogelijk verspreid wordt, dat je zoveel als mogelijk tijd wint. En ik denk in Suriname, de eerste besmetting die we hier hebben genoteerd was in maart. En in China was het al ergens in december zo bekend. En in Suriname, nu hebben wij een beetje, hopen wij de piek. En nu is het echt een full-blown hit hier in Suriname, wat COVID betreft. En we lopen als het ware achter, maar achter in een positieve zin. Waardoor we meer tijd hebben kunnen winnen, meer tijd hebben kunnen winnen die we hebben kunnen benutten om met de nieuwste inzichten mee te gaan. Dus belangrijk is om het zoveel als mogelijk te vertragen en te hopen dat er een genezingsmiddel komt. Dat is één, daar wordt ook aan gewerkt. En als dat zover is, dat we natuurlijk ieder die zich daarmee presenteert zodanig kunnen behandelen dat niemand een ernstige longontsteking of iets hoeft te ontwikkelen en dat het maar misschien hooguit bij milde klachten blijft. En tijd te winnen, dat we wel op een gegeven moment hopelijk, dit gaat natuurlijk bijzonder, dit wordt geschiedenis in de wereld als er zo snel een goed werkzaam vaccin komt. En dat we tijd kunnen winnen om natuurlijk achter dat vaccin aan te komen. En als dat lukt, dan kunnen we natuurlijk de rest van de bevolking die het nog niet heeft gehad, daartegen vaccineren. En noem maar op. Maar als die twee dingen niet gebeuren, zal iedereen het waarschijnlijk uiteindelijk wel krijgen. Ja. Khalid Saburali, mag ik je bedanken voor je bijdrage in Rashid Pirkans Kal Ahjor Kal. Ja, ook bedankt hoor, meneer Pirkan. Dankjewel. En zo hebben we u de informatie kunnen geven. COVID-19, die is er hier. Het is in ons land. Het slaat ons allemaal kapot. Ons economisch kapot. Ons dagelijks leven slaat het kapot. Het is niet meer een normaal leven, het is geen gebruikleven. Men heeft een nieuwe benaming ervoor gevonden, het nieuw normaal. Sommige mensen zeggen, ja, we gaan eens terug naar het normaal leven. Maar het is nog even vooralsnog koffiedik kijken. Wat ons eigen land betreft, het aantal nieuw geregistreerde COVID-19 besmettingen bedraagt sinds gisteravond 55. En dat waren er donderdag nog 69. Er zijn vrijdag geen patiënten overleden. 31 personen zijn vrijdag genezen verklaard. Op intensive care units liggen nog steeds 24 personen. 157 personen liggen buiten de intensive care en in diverse ziekenhuizen. Sinds half maart zijn er 3848 personen besmet geraakt met het virus en 2971 mensen zijn genezen verklaard. Dit is Rashid Pirkans Kal Ahjor Kal. Ik ben straks weer terug met meer na de reclamebreek. Dames en luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans Kal Ahjor Kal. Dit is de aflevering voor zaterdag 29 augustus 2020. Mijn naam is Farid Pirkan, ik ben uw presentator voor deze aflevering. Vandaag is onze laatste uitzending. En iedere maand in de maand augustus, zoals gebruik, al jaren gebruik, nemen we een vakantiebreak. En augustus is gebruikelijk de vakantiemaand in Suriname. En we maken dan weer het doorstart met Kal Ahjor Kal op 26 september. Dus we gaan een break innemen, zoals gebruik dat we ieder jaar normaliter doen. Dus u mag het niet anders vertalen. En dan zijn we weer terug op 26 september.
Ten aanzien van COVID-19 houden de politiecontrole. Het Korps Politie Suriname maakte bekend dat in verband met totale lockdown vanaf 8 uur tot en met zondag 30 augustus om 5 uur in de ochtend agenten weer controles uitvoeren bij de bruggen over de Suriname, Saramaca, Nikeri en Kopenaam rivier en over het Saramaca kanaal. U weet dat we vandaag in een totale lockdown zitten. Hè? U mag niet op straat gaan, met uitzondering van de mensen die daarvoor expliciete toestemming hebben. Daarnaast wordt gesurveilleerd op motoren en worden zogenaamde mini-roadblocks opgezet. Alleen personen die een dispensatiebewijs van het NCCR, National Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing hebben, het Directoraat Nationale Veiligheid en of COVID-19 Outbreak Management Team, als ze daarvoor een pas hebben, en of personen behorende tot de zogenaamde essentiële diensten, die vanaf of naar het werk gaan, zullen doorgelaten worden. Dus u houdt rekening, maar in elk geval vandaag moet u niet op straat, alles is een shutdown. De krant is vandaag ook niet uitgekomen, by the way. Dagblad is niet uitgekomen omdat de totale lockdown is. Wat we wel hebben gedaan vandaag, net als de vorige week zaterdag. De krant is wel digitaal uitgekomen en die is geheel gratis beschikbaar vandaag op de website van Dagblad Suriname. Dus als u op de website gaat, dbsuriname.com, dan kunt u de krant van vandaag gratis downloaden via onze digitale website. Dit is Kel Ajorkel. U bent uiteraard op de hoogte van het debakel dat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld rondom een zeer gewraakte publicatie van een cartoon in Dagblad Suriname van woensdag jongstleden. Er is veel erover gezegd en in verband daarmee heb ik een beeldstatement uitgegeven welke gisteren gepubliceerd is geworden op de televisie van RBN en ook op Alpha Channel en ook geplaatst is op onze Facebook-kanalen van Dagblad Suriname. Ik ga dat vandaag straks weer aan u vertonen. En wanneer u dat hebt gehoord en gezien, ga ik u het verzoek doen bij deze, wanneer u de gelegenheid krijgt, om niet in te gaan op de materie. Ik herhaal nogmaals, ik zal u zo meteen mijn beeldstatement wederom vertonen en daarna een beroep op u doen om niet in te gaan op de materie, daar deze materie ik uitgenodigd ben geworden om te bespreken met de president en de vicepresident morgen. Dus ik doe graag een beroep op u om het te laten rusten. Laten we er nu naar gaan kijken. Gaat u mee. Dames en heren, salam alaikum. Het vertrouwen van u in onze krant nemen wij niet als vanzelfsprekend. Wij moeten dit elke dag verdienen. Beste Dagblad Suriname lezers, adverteerders, medewerkers en partners. Inmiddels bent u zich van bewust van de ernstige situatie die zich heeft voorgedaan met het verschijnen van de Fawaka-karikatuur in Dagblad Suriname van woensdag 26 augustus 2020, waarbij zijn excellentie Ronnie Brunswijk was afgebeeld. Dit had nooit mogen gebeuren. Het spijt mij zeer dat wij niet meer hebben gedaan om de publicatie hiervan te voorkomen. We treffen nu direct maatregelen om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Allereerst wil ik namens Dagblad Suriname mijn diepste verontschuldigingen aanbieden aan de vicepresident van Suriname, zijn excellentie Ronnie Brunswijk, maar ook aan onze lezers, adverteerders en alle Surinamers. Indien mij de gelegenheid wordt gegeven, zou ik graag persoonlijk zijn excellentie Ronnie Brunswijk mijn excuses willen aanbieden. Ten tweede wil ik u informeren dat de Fawaka-karikatuur per direct is stopgezet. We zijn onmiddellijk begonnen met een grondig onderzoek van ons team en onze bedrijfsprocessen. Naast onze interne evaluatie zullen we samenwerken met externe experts en leiders in de gemeenschap om van de best practices te leren en deze toe te passen om zo herhaling te voorkomen.
Onze screeningsprocessen zullen stevig worden aangepakt, zodat geen enkel item wordt gepubliceerd alvorens de toets te doorstaan. Elk item, inclusief ingezonden stukken en advertenties dat niet aan de verwachtingen voldoet van wederzijds respect, zal worden geweerd en zullen alle partijen hierover transparant informeren. Ten derde wil ik u verzekeren dat Dagblad Suriname krachtig staat tegen elke vorm van discriminatie, racisme en stigma. Wij zullen onze medewerkers ook verder trainen om beter te beoordelen wanneer de grens van vrije meningsuiting en artistieke vrijheid wordt overschreden. Bovendien zullen we na de evaluatie een bijeenkomst organiseren voor alle medewerkers om onze lessen hieruit te delen, de onmiddellijke volgende stappen te bespreken en onze langdurige toewijding aan elkaar met respect en waardigheid te behandelen te onderstrepen. Ik weet dat ons personeel dag en nacht hard werkt om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen, wat deze zeer terechte slechte reflectie op ons bedrijf des te pijnlijker maakt. De karikatuur is niet representatief voor de missie en waarden van Dagblad Suriname en is absoluut geen deel van onze bedrijfscultuur. Het creëren van een omgeving die zowel veilig als respectvol is voor iedereen staat voorop. Tot slot, aan de hele Surinaamse gemeenschap, adverteerders en onze trouwe lezers die elke dag ons blad lezen. We hebben uw vertrouwen geschaad en u kunt en mag beter van ons verwachten. Ik beloof u dat wij hiervan zullen leren en voortaan ons werk beter zullen doen. Mijn naam is Farid Pierkan, ik ben directeur van Dagblad Suriname. Bedankt voor uw aandacht. En zo hebt u deze statement kunnen zien en kunnen horen, in het bijzonder voor de mensen op de radio, welke wij gisteren hebben uitgegeven. En ik doe graag een beroep op u om niet in te gaan op deze materie wanneer we nu de telefoonlijn voor u opengooien. We heten u van harte welkom in deze uitzending om uw mening te geven over andere maatschappelijke onderwerpen. Nogmaals, ik herhaal. Ik vraag u en ik doe een verzoek aan u om niet in te gaan op deze materie en het vooralsnog te laten rusten. Voor morgen, herstel, voor maandag ben ik uitgenodigd geworden door de president Chan Santokki en vicepresident Ronnie Brunswijk om in goed overleg hierover te praten. Dit is Kal A. Jorkel. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. En wat met ons land gebeurt, onze grootste uitdaging van ons land, is COVID-19. We hebben twee uitdagingen, de economie en COVID-19. Als we COVID-19 kunnen beheersen, dan gaat de economie automatisch beter op gang komen. Die downfall van onze economie hebben we gehad sinds vorig jaar, toen we monetaire financieringen hebben gehad, veel cashflow op de markt hebben gehad, de ellende van dien. Daardoor hebben bedrijven toen reeds een heleboel problemen gehad. En niet alleen bedrijven, de consument heeft het direct ook gemerkt de afgelopen perioden, maanden, in uw eigen portemonnee toen alles plotseling duurder en duurder en duurder werd. On top of that is in maart COVID-19 uitgebroken in ons land, waardoor het bedrijfsleven nog een grotere downfall meemaakt, omdat ze hun normale operatie gewoon niet kunnen draaien. En doordat ze dat niet kunnen, betekent dat ze minder turnover hebben, minder cashflow turnover hebben. Mensen kunnen geen werk vinden. Mensen zijn thuis geparkeerd geworden, alleen maar om verder besmetting van COVID-19 te voorkomen. Dus als je twee uitdagingen hebt tegelijk, dan is de vraagstelling, welke van ze is de grootste van de twee? Is het de economie of is het COVID-19? Als we COVID-19 onder controle kunnen houden, dan gaan we automatisch een lift-up kunnen krijgen van de bedrijven. Want zo kunnen we dan weer tot wat we noemen een mogelijk normaal leven terugkeren. Want u merkt het zelf ook in uw dagelijks leven en in uw eigen omgeving. En in uw eigen omgeving, dat waar u ook gaat en wat u ook doet, het niet meer normaal is als voor maart van dit jaar. En doordat we niet alles normaal meer kunnen doen,
wekt dat heel veel irritatie bij mensen. Wat overigens begrijpelijk is, want men vraagt zich ook af van waarom moet het nou zo aan toe gaan? En on top of that werkt de economische downfall ook nog irritatie op mensen. Dus je krijgt een dubbele ophoping bij de mensen en in hun gedachtegangen. En niet iedereen kan dat onder controle houden, waar je dan explosieve situaties krijgt. Dus die COVID-19 is onze grootste uitdaging. Want ik zie vooralsnog geen investeringen van dien, althans in de MKB-sector, want die MKB-sector die ligt plat. De MKB-sector, die bedrijven die sluiten, dat zijn die mid-range companies, small and mid-range companies, die sluiten vanwege het feit dat er geen omzet is. Er komen geen winkels bij, er komen geen MKB-bedrijven bij. Dus die sector is helemaal niet in de lift. Dus ik zie dat voorlopig, als wij COVID-19 niet kunnen beheersen, en beheersen is niet die overheid, het beheersen ligt bij ons allemaal, dan gaan komen die MKB-bedrijven vooralsnog niet terug. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, goedemorgen meneer Spierkan. U spreekt tot mevrouw Wijnaldum, gepensioneerd leerkracht, woon aan de Annistraat. Ja, mevrouw. Ik heb uw statement gevolgd en het is heel gevoelig. Maar ik wil het hebben over files en steeds weer aan het eind van de maand. Dus wat ik heb begrepen, hebben mensen gisteren ontvangen. Ik kan u wel zeggen, geen enkel blad kon je vinden. Nog Dagblad, nog De West, nog alle bladen waren uitverkocht. De behoefte is er wel aan informatie. Maar ik vroeg me af, waarom is het zo druk? Later heb ik begrepen, omdat de overheidssalarissen waren uitbetaald. Vandaar dat er een drukte was, maar dan waren de bruggen ook afgesloten. En op een gegeven moment moesten de agenten teruggefloten worden. Dus daarom zou ik u willen vragen of u ook niet de publieke opinie kan meenemen dat bepaalde fouten niet steeds worden gemaakt. Want we zitten nu in een lockdown situatie, maar u weet hoe het is. Mannen blijven niet thuis. En dat ding, bepaalde mensen hebben geen eigen verblijf. Sommige mensen wonen met misschien 3 gezinnen op 1 erf. Ik krijg ontzettend veel wrijvingen en al dat soort zaken. Dus als u dat ook kunt meenemen wanneer u gaat voor het gesprek. En u kunt mijn naam wel aanhalen, zeg mevrouw Wijnaldum, dat mensen niet moeten vallen over bepaalde zaken. Wat houdt daarvan om elkaar te plagen, hoor. Is en goed. Groet u de vicepresident van me. Oké, zal ik doen. Ja, ik heb al wel binnen gewerkt. Ik ken me. Oké, zal ik doen voor u. Dank u wel. Dit is Kal A. Jorkal. Je krijgt normaal eind van de maand, of het nou COVID is of niet, of het nou lockdown is of niet, eind van de maand, wanneer mensen hun geld hebben ontvangen, dan is het gebruik dat mensen ook hun normale inkopen gaan doen, omdat veel mensen, en dat hebben onderzoekingen uitgewezen, dat zeg ik niet, dat veel mensen al de tweede en rond de derde week van de maand geen geld meer hebben. Dat hebben onderzoekingen uitgewezen, die cijfers hebben dat uitgewezen. Dus wanneer mensen dan tegen eind van de maand hun loon krijgen of hun geld krijgen, dan gaan ze hun vaste lasten die ze hebben, die gaan ze betalen. En met datgene wat ze nog over hebben, zover ze wat over hebben, dan gaan ze de nodige inkopen doen. Dus het is normaal gebruik. Maar misschien doordat we die lockdown vandaag hebben gehad, zaterdag, dan krijg je een dubbele rush op de markt, omdat niemand vandaag ergens kan. Niemand kan naar de winkel om te zeggen, ik ga even 1 brood kopen. Want we hebben gebruik, omdat we bijna, en dat is jaren, het is niet iets nieuws, dat we op alle hoeken een winkel hebben. En dat mensen van de zogenaamde buurtwinkels, dat mensen iedere dag gewoon een beetje vers brood gaan kopen, melk gaan kopen, de basisdingen. Iedere dag gaan ze dat doen. Dat zijn buurtwinkels. Dus doordat we nou die lockdown hebben vandaag, dan uiteraard ga je dan mensen krijgen die zeggen, nee, ik moet niet 1 brood kopen, ik moet direct 2 kopen, want ik mag zaterdag niet op straat. Dus je krijgt die dubbele spin.
hierdoor. Maar ondanks alles moeten we toch trachten om die veiligheid van ons allemaal voorop te stellen. Want dat is prioriteit 1. Dat is prioriteit, onze eigen veiligheid voorop stellen. Vooral van uzelf. Vooral van uzelf. En wanneer we dat kunnen beheersen, we merken zelf in de wereld, de georganiseerde, de beter georganiseerde landen, met betere know-how, met meer veerkracht, met meer financiële middelen, dat zij zelf problemen hebben om dat systeem te beheersen. Om het te beheersen. Men verwacht zelf dat er een tweede golf kan uitbreken in Europa. We zien een land, world superpower, dat is Amerika, werelds grootste economie, werelds grootste militaire macht, die heeft het in een aantal steden niet onder controle, maar dat komt ook primair doordat de huidige president van Amerika een ander standpunt heeft ter bestrijding van COVID-19. En Amerikanen daarentegen maken allemaal gebruik van hun recht op vrijheid. Dat is priority one, je komt niet aan de Amerikaanse vrijheid. En dan zie je ook dat in enkele steden een aantal de burgerij zich gewoon niet houdt aan protocollen uitgeschreven, zelf door die staten. Men beroept zich op hun vrijheid. Dus het verschilt per land. Maar doordat wij een dorpsgemeenschap zijn, ons kent ons, we zijn allemaal om de hoek, moeten we het wel beheersbaar kunnen maken. Maar wat die mevrouw daarnet zei, daar moeten we ook rekening mee houden. Niet iedereen heeft een huis. Vele mensen hebben een huis, maar niet iedereen heeft een huis. En dan heb je ook inderdaad veel mensen die op één erf heb je 3-4 huizen waarbij meerdere mensen tegelijk in één woning verblijven. We weten allemaal dat we een gebrek hebben aan woningcapaciteit in ons land. Een gebrek dat zich heeft opgestapeld door de jaren heen. En die maar niet verholpen kan worden. Onofficiële cijfers zeggen zelf dat er een gebrek is aan 25.000 plus woningen. En steeds als kinderen opgroeien en kinderen groter worden, betekent dat het aantal steeds maar gaat toenemen. En om dat in te halen, dat is een immense opdracht voor welke overheid dan ook. En ook voor deze overheid. Je krijgt ook dat dan mensen met meerdere in een woning verblijven. En die heb je ook. Dus het verschil van woonomgeving, het verschil van de burgerij, het verschil van waar je woont en wie je bent. En dat haalde die mevrouw daarnet aan. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Pierkan. Goedemorgen. Ja, om te beginnen wil ik praten over de kwestie ammoniumnitraat. Ik heb een programma gevolgd via Trichur. Ik dacht dat het moet zijn Primer Lab, zoiets. Waarbij een deskundige, echt ter zake deskundige wat betreft dit soort dingen, gesproken heeft. En zijn naam is meneer Anwar Alibux. En hij is chemisch technoloog. En los van het feit dat hij me aanvullende informatie heeft gegeven, was de lijn wat hij heeft uitgezet als leek ook mijn lijn. En het kwam hierop neer dat de meneer duidelijk heeft laten maken dat die hele controle die is uitgevoerd door arbeidsinspectie nergens op slaat. Omdat op de zaken die gelet moesten worden, niet deskundig genoeg gelet is. Brandgevaar, explosiegevaar. En er zou bijvoorbeeld naar mijn mening een explosieve expert bij moeten zijn. Een afgevaardigde van de brandweer zou er bij moeten zijn. En uiteraard zo iemand als die meneer, een chemisch technoloog. Want ik ga u zeggen, meneer Pierkan, als God behoede ons daarvoor, maar als er één probleem ontstaat en er ontstaat een explosie, is iedereen daar, en niet negatief bedoeld, maar ook uw bedrijf weg. Die hele omgeving daar, Koppenamenstraat. Daarom vind ik dat men echt niet lichtvaardig over deze kwestie moet nadenken. Kijk maar in Beirut. Kilometers in de omtrek van het epicentrum van de explosie. Dus er moet echt serieus nagekeken. Dat ding moet verwijderd worden. Maar men moet niet komen met gekke verklaringen van arbeidsinspectie heeft gecontroleerd. Ze missen die deskundigheid. Als u contact maakt met deze meneer, dan zult u meer ervan weten. Hij is chemisch technoloog. Ja, ik ken hem Anwar wel. Alibux. Okay. En ik ben het eens met hem. En ik wilde ook nog twee punten, andere punten aanhalen. Graag nog dat één. Van First Lady. Laten we gewoon niet emotioneel over praten, maar gewoon nuchter over gesproken. Wanneer jij als zittende regering, de voorganger, heeft bekritiseerd
over dit soort zaken, precies dit soort zaken. Familieleden, vrienden die in raden zitten, meerderheden, dan moet het accent niet gelegd worden op de competenties. Want niemand twijfelt aan de competenties van de vrouwsleden. Ze is gekwalificeerd, ze is deskundig, maar het gaat daar niet om. Het gaat erom dat je haar niet kan inzetten met haar deskundigheid in zoveel raden. Bovendien heb ik begrepen dat er een, bij staatsolie bijvoorbeeld, regelgeving is aangegeven waarbij, als je niet 45 jaar oud bent, je niet kan zitten in de raad. Dat is ook weer een drempel die overtreden is. Maar los daarvan. Gewoon, je kan gewoon aanvoelen dat ook al heeft die first lady zoveel deskundigheid. Je kan er niet in 2001 bij wijze van spreken raden zetten. Dat is wat ik wilde zeggen. Het is politiek niet ethisch. Ja. En het ruikt naar nepotisme. En dan nog een laatste. Oké, tot slot. De kwestie van de belastingverhogende maatregelen. Ik had deelgenomen aan To The Point. Toen zat de minister van Financiën daar en minister van Economische Aangelegenheden, bespaar met de benaming. En ik heb toen aangegeven dat bijvoorbeeld men zou kunnen zoeken de meer gelden voor de staat bij het verhogen van kanonrechten, goudbelasting en grondhuurbelasting verhogen en dat soort van vormen van belasting. Onroerend belasting, onroerend goedbelasting. Maar de minister van Financiën zei toen van, ja, kanonbelasting, dat brengt niet zoveel op. Maar toen ik luisterde naar een verklaring van de VES, ook via Primalab, heeft de VES juist bevestigd wat ik had voorgesteld. De VES-voorzitter, de heer Ramota Singh, die heeft juist gezegd van, je moet het aanzienlijk verhogen, de kanonrechten, goudbelasting. Dan kan je zien dat de brede schouders de zwaarste lasten dragen. Daar moet het geld gezocht worden, niet bij de arme belastingbetalers, maar die hebben het al zwaar genoeg. Ga daar het geld zoeken. Bij de grote vleugels. Houtbelasting, onroerend goedbelasting, concessie, houtconcessiebelasting, goudconcessiebelasting. Dank u. Is goed, dank u wel. U ook. Dit is Kalle Ajor Kalle, we doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Iedereen kent het voorval wat zich heeft voorgedaan in Beirut. Beirut, dat is de hoofdstad van Libanon. Libanon, die is in het Midden-Oosten. En toen dat voorval zich voordeed, kwamen wij tot de ontdekking, de burgers kwamen tot de ontdekking, dat we ook die materialen in ons eigen land hebben. En inderdaad, wat die meneer zei, en dat was mijn eerste reactie ook, dat de arbeidsinspectie niet eens wist dat die spullen daar waren, is dat toen het bekend werd, men die inspectie heeft uitgevoerd. En volgens hun bevinding is het correct. Maar ik heb ook begrepen dat tot nu toe een heleboel buurtbewoners zich zeer ongerust maken nadat dit wat ze hebben gezien en wat wij allemaal hebben gezien in Beirut is gebeurd, wil je echt niet naar zoiets gaan wonen en overigens ook helemaal niet dichtbij zoiets gaan wonen. Dus het is inderdaad zaak vanwege de ongerustheid en de twijfel van de honderden mensen die in die omgeving wonen, dat die overheid, dat deze overheid wel overgaat tot de mogelijkheid van het verplaatsen van het materiaal naar tenminste een gebied waar er geen mensen als zodanig wonen. Want je kan het niet in een woonwijk hebben. Althans, in waar er zoveel honderden mensen wonen. Want iedereen maakt zich terecht nu ook ongerust. Dit is Kala Jorkel. Er komt een nieuwe veerboot in de verbinding tussen Albina en Saint-Laurent. De ambassadeur van Frankrijk in Suriname, Antoine Joly, bevestigt in een reactie tegenover Dagblad Suriname dat er wel degelijk een nieuw veerboot op komst is voor de verbinding tussen Albina en Saint-Laurent-du-Maroubigny. Maar gelet op het feit dat de overeenkomst tussen Suriname en Frankrijk al 2 jaar geleden werd getekend, is de vraag hoe lang het gaat duren voordat een nieuwe veerboot uiteindelijk daadwerkelijk in de vaart gaat. Volgens de Franse ambassadeur Joly gaat het rond de aankoop van de nieuwe veerboot om het Europees programma in Interreg, dus vandaar komen de gelden van. De nieuwe veerboot gaat zo'n 1,3 miljard euro kosten, maar wie het gaat bouwen, dat is nog niet bekend. Dit is Kala Jorkal.
We leven in een lockdown vandaag. Niemand op straat toen ik naar het werk kwam. Over het algemeen is het zaterdag. Ook al niet druk, maar nu was het lege straten. Heel lege straten. Alles dicht. Heel rustig. Zelf heel vreedzaam zou je kunnen zeggen. Maar we moeten allemaal thuis blijven. Weet u wat dit gaat betekenen als we het niet onder controle houden, dames en heren? Dan gaan we mensen zoeken en een schuldige willen aanwijzen. Dat gaat gebeuren. Wanneer we dit niet onder controle houden, gaan we altijd een schuldige voor willen zoeken. Maar wij zijn de eerste schuldigen. Want de besmetting komt van burger op burger. Dus uiteindelijk, wanneer dit gaat gebeuren, wat we niet willen en niet wensen, gaat iemands kop moeten rollen. Maar ook als zou dat gebeuren, is dat ook niet de oplossing. De oplossing ligt bij ons allemaal. En tot nu toe, kan ik zeggen dat ik niet het gevoel heb dat de communicatie naar de grassroots, daar beneden, dat het op het niveau is dat die mensen het in een begrijpelijke taal, en zo je wilt, hun taal, hun cultuur en hun gebruik, dat het niet daar komt in de verschillende contrainen. Mensen zijn zich niet van bewust, omdat zolang het niet met jou gebeurt, en hoogwaarschijnlijk ook in je naaste omgeving, wat ik niet wens, weten we nog niet wat het is. Laat het niet gebeuren. Laat het niet gebeuren. Het is een vrij dodelijke virus. Veel mensen worden wel genezen, maar wordt u niet de eerste die besmet raakt. En dat kan alleen maar door uzelf veilig te stellen. Niemand gaat u veilig kunnen stellen. Geen enkele overheid kan u veilig stellen. U kunt het zelf doen, voor uzelf. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, heer Pepierkan. Goedemorgen. Ik heb een paar weken geleden opgebeld en ik heb u een vraag gesteld, maar u heeft het waarschijnlijk niet helemaal begrepen. Wat ik had gevraagd, het ging om die COVID-19 doden, hè. Ik heb dus op de WHO-lijst gekeken naar alle landen en bijvoorbeeld, ik zie dat Suriname hier bijvoorbeeld, om even wat te noemen, hè, 3800 besmettingen en dan zie je 66 doden. Maar dan zie je ook landen met bijvoorbeeld 8000 besmettingen, zoals Frans-Guyana, met maar 30 doden of minder. En dan heb je bijvoorbeeld landen in Europa waar 10% van de besmette gevallen zijn overleden. Dus ik vraag mij af, is het misschien de medische zorg in Suriname of zijn er zoveel mensen met onderliggende ziektes? Want ik vind het dode aantal wel ontzettend hoog vergeleken met andere landen. Dat is de eerste vraag wat ik heb. En daarbij wil ik even nog aansluiten op die belastingheffing op goud. Als bijvoorbeeld al die opkoopcentrales voor ruw goud, waar die Brazilianen en overige mensen die illegale of legale goud vinden in Suriname, dat goud komen inruilen om US dollars daarvoor in de plaats te krijgen. Kan de regering toch, laten we zeggen, 1 US heffen per gram goudbelasting? Waarom moeten de geregistreerde loonbetalers het weer ontgelden? Ja, ik begrijp. Ik begrijp het zo. Oké, dank u wel. U ook. Dank u wel. Kijk, ten aanzien, u hebt het goed gezien en u hebt het procentueel bekeken. Ik zou deze vraagstelling van u gaan droppen bij mensen die in de zorg zitten om dat aan ons allemaal te vertellen. Maar uw conclusie en uw opvatting daarentegen, wat u hebt gezien, is lijkt me heel correct, procentueel gezien. Ten aanzien van belastingheffen op de goudopkoop, kijk, veel los van de legale bedrijven, dat zijn die geregistreerde bedrijven zoals IAM Gold en Newmont, is het overgrote deel van onze goudsector in handen van wat populair wordt genoemd, de poknokkers, populair wordt genoemd. Wanneer u
wanneer wij, u en ik, een extra heffing gaan doen op goud die zij winnen, en zij zijn dan de mening toegedaan dat ze de prijs daarvoor niet willen gaan betalen, dan gaat er goudsmokkel plaatsvinden. Goud gaat zijn weg wel vinden. Is net als hoe mensen geld smokkelen. Mensen smokkelen niet alleen geld. Mensen smokkelen goud, mensen smokkelen zilver. Mensen smokkelen alles waarvoor ze een betere prijs kunnen krijgen dan op je eigen markt. Dat is normaal bij de mens. Ik zou niet zeggen alle mensen, maar het gebeurt wel. Dus wanneer je heffingen gaat doen op deze groep van mensen, en dat zijn een paar duizenden mensen die ook werken in die sector, vergist u dat niet, die ook een heleboel inkopen doen, waarvoor die spin-off ook is, want die mensen kopen benzine, de mensen kopen vlees, de mensen kopen levensmiddelen om mee te nemen naar het binnenland, want ze komen niet iedere dag naar de stad om dat te doen. Daar heb je ook een grote spin-off op. Dus ga je een heffing doen, wat normaal en logisch lijkt, maar niet uitvoerbaar is, dan krijg je een smokkel. Dan gaat het weg. Het gaat zo wegvinden. Het gaat zo wegvinden. Want als de mens meer kan krijgen voor een troy ounce of voor een gram, dan gaat het via andere kanalen het land uitgaan. En dat is ook al in het verleden gebeurd. En dat gebeurt hoogwaarschijnlijk ook nog, maar alleen kunnen we het niet identificeren. Is net als olie. Is net als benzine. Als die olieprijs hier, bij wijze van spreken, goedkoper is dan aan de Franse kant, want Frans-Guyana, dat is Europa, daar betalen ze conform de prijs die ze in Frankrijk betalen daarvoor, voor een liter benzine, is onze olie goedkoper, dan heb je oliesmokkel. Dan heb je oliesmokkel, want meneer, mensen, je hebt altijd mensen die er een, wat niet mag, ik keur het niet goed, die van smokkelen hun business hebben gemaakt. Dus sommige zaken zijn wel goed om te zeggen, wel goed dat het moet gebeuren, maar het is soms bijna niet uitvoerbaar. Het is bijna soms helemaal niet controleerbaar. Ik geloof toch niet dat wanneer de man bij een orgo-bureau gaat en hij moet, ja, ik noem maar een bedrag hoor, $43 voor een gram betalen. En die man daar gaat zeggen, ja oké, okay, de overheid heeft gezegd, ja en nu komt er een dollar bij. En die man tikt op Google en hij kijkt naar de internationale goudprijs. Want goudprijs kan je iedere dag vinden. Want het is een commodity die schommelt iedere dag, iedere seconde schommelt die prijs. En die man ziet, ja die prijs ligt er anders en je geeft hem een heffing. Hij gaat gewoon doorfietsen. Ze gaan heel gewoon doorfietsen. Dit is Kalaanjogral, u bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen meneer Pierkan. Ik wil het sec hebben over die explosieve teflora. Dat ding houdt me een hele tijd al bezig. En ik heb zelfs verzoek gestuurd naar DNA-leden om dit te bespreken in de DNA. Want de deskundigen die op de televisie zijn gekomen, regeringsdeskundigen of van de multinationals, ik heb hun gehoord. Maar ik heb ook de onafhankelijke deskundigen gehoord. En ik zit in twijfel, wat moet ik geloven, wat niet. Want natuurlijk, Beirut zit nog steeds vers in, de meeste mensen weten dat. Maar kijkt u, dat er goud gewonnen wordt in Suriname is goed. Het is goed voor de economie, dat is zonder meer. Maar hier in de stad, zo'n opslagplaats zetten, ik heb echt mijn bedenkingen erover. Want als we zien, kilometers ver, Beirut, of kilometers ver gebouwen ontploft en mensen dood en dat soort dingen. Het is nou in mijn optie, wat ik zeg, is het niet meer een kwestie van gaat het gebeuren, eens. Het staat waarschijnlijk te gebeuren, want wat men niet moet vergeten, we hebben nu global warming. De wereld wordt heter, het wordt heter in Suriname en dat soort dingen. We moeten rekening houden, want al gebeurt het niet morgen, die ontploffing, al gebeurt het niet over een jaar of over hoeveel jaar dan ook, maar we moeten rekening houden. En wat laten we dan achter? We hebben goud, we kregen geld, wat laten we dan achter voor onze jongeren? Want eerlijk is eerlijk, er kan zo een verdwaalde blikseminslag zijn, daar op Flora,
en de boel vliegt in brand en ontploft. Dus we moeten dat alles ook meenemen. En mijn bezorgdheid gaat natuurlijk verschrikkelijk uit naar de jongeren. Wat voor, meneer Spierkan, kijk, we hebben nu al een stresssituatie met COVID. We proberen allemaal die stress weg te werken. Deskundigen komen ons vertellen wat we kunnen doen. We houden ons zoveel mogelijk eraan. Maar we worden wakker met stress van COVID. We gaan naar bed naar stress met COVID. En nu komt er een ander ding op ons af en dat is flora. Ik woon niet zo gek van flora voorbij flora. Ja. Maar, Mikado, als de helft, zoals die deskundige zegt, een heel deel van Paramaribo de lucht invliegt, wat dan? Wat staat onze jeugd te wachten? Want nu de jongeren, ik neem aan de piepkleine jongeren, snappen dat COVID-ding nog niet zo goed, maar de tieners en dat. En nu leven ze ook nog met flora. Ja. Ik heb berichten gestuurd naar DNA-leden om het te bespreken. Mm-hmm. Ik verzoek de regering, besteed u er aandacht aan, liever vandaag dan morgen. Want de deskundige, die onafhankelijke deskundige, zei dat het ergens in het binnenland, houdt u me ten goede, ik zeg niet dat daar mensen dood moeten gaan, maar er zal wel een plek zijn, volgens de onafhankelijke deskundige, waar het beter geplaatst kan worden. Dus nogmaals, ja, respect voor de mensen die het goud winnen, maar laat ze ook denken, want tot slot wil ik dit nog zeggen, dat van Beirut stond er al tientallen jaren. Er waren eigenaren, waren regeringsmensen. Correct. Die het tientallen, twintigtallen jaren, ik weet niet, daar hadden. Maar vandaag aan de dag, die als aan Bosno, wie leidt eronder? De nabestaanden van deze mensen. Die worden nu allemaal opgesloten, of tenminste voor een verhoor opgebracht. Dus laat de mensen die aan goud doen in Suriname ook eraan denken, tegen de tijd dat hopelijk niet de ding van flora ontploft, dat zij al waarschijnlijk dood zijn. Maar wat about hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. En zo denk ik ook aan mijn kinderen, achterkleinkinderen en aan alle kinderen van Suriname. Regering, ik roep u op, alstublieft, zet de koppen bij elkaar en poer Asani naar flora en breng het ergens waar het veilig is. Laten we het voor onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen doen. Ja. Eén COVID-virus is al stressgevoelig en nu dit. Correct. Dus met de regering. Oké, mevrouw. Doe wat, dank u wel. Oké, u ook, dank u wel. Dit is Rashid Pierkans Kalaar-Jorkel. We zitten in de lockdown vandaag op deze zaterdag. Ik kan de bezorgdheid van de burgers begrijpen wat dit geval aangaat. We hebben in het verleden gezien bij vuurwerkexplosies. Bij vuurwerkexplosies hebben we gezien wat voor ravage vuurwerk teweeg heeft gebracht. Laat staan dit. Dus het verdient ruime aandacht van onze parlementariërs, voornamelijk de parlementariërs, om deze zaak ter discussie te stellen en mee te nemen de bezorgdheid en de gevoelens van de burger, vooral de mensen die een target zijn en eventueel een target zouden kunnen zijn hiervan. En die gevoelens kan ik helemaal begrijpen. Helemaal begrijpen. Dit is Rashid Pierkans Kalaar-Jorkel. COVID-19 is onze uitdaging, dames en heren. COVID-19. Als wij COVID-19, deze besmetting, kunnen controleren, minimaliseren, dan heb ik het gevoel, dan pas heb ik het gevoel dat we een economische lift-up kunnen krijgen. En wat bedoel ik met economische lift-up? Dat de bedrijven weer normaal kunnen draaien. Kunt u nagaan wat het effect is? We nemen een simpel voorbeeld. De restaurants die kunnen niet open. Je kunt niet meer naar een restaurant gaan met uw vrienden en uw familieleden om gewoon te zeggen van, hey, we gaan een dagje uiteten. We gaan ergens zitten. We gaan ergens chillen om te eten. Dat kan gewoon even niet meer. Dat is één. Los van het feit, neem even mee dat in een restaurantje altijd 1 of 2 mensen hebt. Sommigen hebben meer waarbij mensen gingen werken. De zogenaamde obers, de bedieners, de kelners die naar u toe kwamen. Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen meneer, kan ik u helpen? Die mensen zie je niet meer, die mensen zijn thuis.
Die mensen hebben geen broodwinning. En dat komt niet door die regering. Dat komt doordat die besmetting er is. En dit is het gevolg van die besmetting, los van dat we eventueel ziek van kunnen worden, dat we onze banen verliezen. En als mensen geen banen hebben en hun banen verliezen door dit, krijg je allerlei problemen in woonomgevingen, problemen in gezinnen. Je krijgt stresssituaties. Je krijgt zaken die mensen niet kunnen beheren, want let's be serious. Niet iedereen heeft een reserve. Dat we kunnen zeggen, ga in je reserve. Oké, is een leuke theorie, maar dan moet je wel een reserve hebben om in die reserve te kunnen gaan. Dan moet je dat ook eerst hebben. Dus dan kunt u nagaan op het niveau van die MKB-bedrijven, hoeveel mensen hun baan hebben verloren. Of thuis zitten. Of thuis geparkeerd zijn. Simpel voorbeeld. Gewoon uit de vuist, logisch denken, 200 restaurants, landelijk, somewhere down the road, gemiddeld 2 mensen, ik neem maar een factor 2, dan zitten 300, dan zitten gewoon 600 mensen thuis. Los van die owners die tel ik even niet mee, maar ik zeg mensen die hun diensten verleenden daar. Dan zitten gewoon 600 mensen thuis. Kijk wat met die casino's gebeurt. Pak, is een bras met 15.000 mensen. Direct en indirect in die spin-off. Dit alles kan weer normaal worden voor ons. Maar het kan pas normaal worden als we dit ding gaan beheersen. En dat is een attitude die weggelegd, die wij in onszelf moeten hebben. In onszelf moeten hebben. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Hey Farid, goedemorgen Ronnie Monica. Ronnie van Monica. Hey Ronnie, bedankt nog. Bedankt voor dat bericht die ik van je heb ontvangen. Hey, er komen nog meer. Oké. Ter aanvulling van de vorige beller over Flora gesproken. Er zijn zoveel deskundigen en noem maar op. En iedereen heeft zijn mening dat ding geen gevaar vormt. Maar uit mijn ervaring zeg ik dat het wel een gevaar vormt. Ter aanvulling. Vorig jaar denk ik dat het niet is 40 meter verwijderd. Van het loods, waar al die dingen opgeslagen is daar. Er is een huis, er zijn een aantal huizen daar op het terrein. En eentje is in brand gevlogen. Dat is 1, hou vast. 2, in dezelfde buurt, niet ver van daar. Als ik mezelf ook niet vergis, is er een meubelmaker. En afval wordt achterin gebrand. Dat is 2. 3. We zitten nu in de droge tijd, of we gaan richting de droogte. In dat buurt, langs het weg, is altijd hoogwiet. En je hebt vaak daar het branden van het gras. Hoe moeten deze deskundigen dat formuleren? Dat wil ik van ze weten. Ik zou ze makkelijk adviseren. Laat ze hun huizen verkopen en daar in de buurt van Flora komen wonen, dichtbij het loods. Ze gaan het nooit doen. Ik ga vanuit. Het is van een multinational. Multinationals hebben veel geld. Ze verdienen woeker en vooral met het goudprijzen nu. Dat ding kan in het binnenland ook ergens op lange tabiki opgeslagen worden. Het is geen moeilijke ding. Ga naar Newmont, ga de investeringen van hun zien. Wat ze doen om goud eruit te halen. Waarom kunnen ze in dood eenvoudig van de bos maken ze direct een paradijs daar. Waarom kunnen ze daar niet een opslagplaats hebben? Dan is het verwijderd van die Paramaribo. Flora is een echt dichtbevolkt varietatje klas. Ik zou jou willen adviseren. Als je straks klaar bent met je uitzending. Nee, op weg naar huis. Ik ken Flora. Een rondje maken. Nee, ik ken Flora. Ik ken Flora, dat weet ik. Maar ga nog voor jezelf een oriëntatie. Ga even kijken wat ik allemaal nu aanhaal. Okay. Hoe dat omgeving eruit zit. Ik zie nooit een security guard daar. Dat is de grappigste. En daar komen mensen van arbeid en noem maar op. Noem maar ik deskundige. Waar hebben ze hun opleiding gevolgd? Wat zijn de CV's? Want tegenwoordig, ik kan ook vandaag zeggen dat ik ben deskundige in dit. Maar wat is de CV? Maar oké, wij zijn praktisch. We kijken naar praktisch, weet je. Mm-hmm. Ja. Geen theorie. Dus theorie in een takken aan, weet je. Maar ik ben praktisch.
Ja, ja. Oké, okay, Ronnie. En over het government take even gesproken, dat is ook een aanvulling. Kijk, er is zoveel gezegd geworden voor de verkiezing. Oké, dat voor verkiezing is voorbij. Dat laten we in het midden. Waarom kunnen de multinationals niet betalen de 1SRD? Want zij maken gebruik van de diesel om goud te winnen. Miljoenen liters. Laat iemand aangeven hoeveel miljoen liter op maandbasis. Zij maken gebruik en zij hebben vrijstelling. En de kleine burger die voor hun eigen noden jou aanzet, dat, dan die ga je ze melken. Ja, ik begrijp je, Ronnie. Oké, Ronnie, mag ik je bedanken? Dank je wel. Dit was onze laatste beller voor vandaag in de Rashid Pierkans Kalaan Jorkal. Neemt u die mooie zaken van de mensen mee. En zoals ik u altijd zeg in deze uitzending. U moet alle goede zaken meenemen voor uw eigen oriëntatie. En datgene wat u niet goed vindt, daar moet u op eigen onderzoek op uitgaan. Dat is een gebruik van Kalaan Jorkal. En u mag altijd van mening verschillen. Zolang die discussie zuiver blijft. Dus voor wat deze aflevering ga ik u groeten. Het is onze laatste aflevering. Ik ben weer terug op 26 september. Het is gebruik. Het is jaren gebruik. Dat we in augustus een vakantiebreak ook nemen. Zodat ook onze technische man Sager, die mij al jaren helpt. Sager, hoe lang ben je al bezig met me? Acht jaar is het naast me toch. 8 jaar bezig is. Dat ook hij een cool-down moment kan hebben van Kalaan Jorkal. Deze periode ga ik ook zelf gebruiken om een eigen reflectie te doen. Deze periode ga ik gebruiken niet alleen voor rust, maar ook om te zeggen ik moet terug naar de basic. En terug naar de basic betekent niks anders. Ga naar punt nul en kijk wat daarboven, van nul naar boven, goed is en wat minder goed is. Dus deze periode ga ik ook zelf gebruiken voor mijn eigen reflectie. Ik vraag u nogmaals om veilig te blijven. Het is voor uw eigen veiligheid in het bijzonder en in het algemeen voor ons allemaal. Ik bedank u allemaal ook voor uw begrip vandaag. Mijn dank is heel erg groot aan u. Dat u ook gevolg hebt gegeven vandaag aan mijn verzoek om niet in te gaan op de materie die bekend bij u is. En ik bedank u ook daarvoor. Maar daarom is Kalaan Jorkal er, omdat Kalaan Jorkal ook mensen heeft die veel kennis hebben, veel geduld hebben en voor reden vatbaar zijn. Ik wens u voor deze periode van de maand september, die aankomende is, wens ik u een heel veilige tijd toe. Een heel veilige tijd, want het belangrijkste is nu dat we allemaal veilig moeten blijven. Dat is priority one. Ik spreek de wens uit dat voor de komende periode het goed met u mag gaan. En ik wens u voor deze periode over de maand september, tot ik weer terug ben, heel veel succes in al datgene wat u gaat doen in uw eigen leven. Ik bedank u voor de afgelopen periode dat u hebt willen kijken en hebt willen luisteren naar Rashid Pierkans Kalaan Jorkal. En bij deze bied ik mijn verontschuldigingen aan, mocht ik in de afgelopen periode iets gezegd hebben dat onaangenaam over is gekomen bij iemand of bij een organisatie, dan bied ik u nogmaals mijn verontschuldigingen bij deze aan. We proberen op dagbasis het beter en iedere keer beter te doen. En wij hopen alles dat we verkeerd hebben gedaan te mogen corrigeren en steeds die correcties op een juiste manier toe te voegen in de nieuwe fase van ons leven. Ik groet u. Ram Ram, Namaskar, Goede Hafiz, Salam Aleikum, dit was Farid Pierkan. Voor Rashid Pierkans Kalaan Jorkal. Dag.